Achter de schermen gebeurt er veel bij het Stadsarchief en de Atheneumbibliotheek, kortweg het SAP. Het SAP bestaat uit drie onderdelen: het Stadsarchief, de Atheneumbibliotheek en de Saxionbibliotheek. Een aantal maanden terug is al bedacht dat alle drie de onderdelen zich beter kunnen ontwikkelen in een andere context dan het SAP. Er komt een nieuwe bibliotheekwet, of die is er al nu. En in de nieuwe bibliotheekwet is de Koninklijke Bibliotheek die het de openbare bibliotheken aanstuurt en ook het, de financiën, het geld, loopt via de Koninklijke Bibliotheek naar die openbare bibliotheken toe, naar de, vooral de plusbibliotheken, de grotere, waar wij toe behoren. En dus moet je zorgen dat je als Atheneumbibliotheek daar ook toe behoort. Want daar gaat het geld heen. En dus moet je zorgen dat je een openbare bibliotheek bent. Dus kan de Atheneumbibliotheek het beste behoren tot de openbare bibliotheek. Het Stadsarchief werkt nu op de digitale infrastructuur van de hogeschool. En dat is lastig, want ze kunnen vaak niet eens bij hun eigen archief, wat bij de gemeente zit. We hebben geconstateerd dat in Nederland veel archieven samenwerken met andere archieven. En dat zou eigenlijk het Stadsarchief ook moeten doen. Samenwerken met andere archieven in Overijssel. En de Saxionbibliotheek was in 1995, toen we hiermee begonnen met de samenwerking, een klein bibliotheekje. Maar is nu een grote digitale bibliotheek die heel weinig met oud bezit te maken heeft. Een organisatie is volgens Tulp geen doel, maar een middel. Maar wat gaat er dan gebeuren met de drie onderdelen die nu onder het SAP vallen? De oplossing is dus dat het Stadsarchief gaat samenwerken met het Historisch Centrum Overijssel. De Atheneumbibliotheek gaat samenwerken met de Openbare Bibliotheek. En de Saxionbibliotheek weer teruggaat naar de hogeschool. Het Stadsarchief, de Atheneumbibliotheek en de Saxionbibliotheek onderbrengen of laten samenwerken met andere organisaties is dus het plan. Maar welke consequenties heeft dat? Ik denk dat de burger er weinig van merkt. Want in het klooster blijft nog steeds het archief aanwezig. En ook de Atheneumbibliotheek met alle magazijnen en de schatkamers hier blijft gewoon in het klooster aanwezig. Alleen Saxion trekt zich hieruit terug. Maar veel mensen wisten toch al niet dat Saxion hier de bestuurder was. Als het alle spullen hier blijven, wat heeft het dan voor zin om samen te werken met het, bijvoorbeeld het HCO in Zwolle? Dat gaat met name om de digitale bibliotheek, of het digitale archief. Er moet een IDIPO komen en veel stukken van de gemeente verschijnen tegenwoordig alleen maar digitaal. Nou, die moeten gearchiveerd worden. Dus het archief blijft wel hier, maar met name de digitale samenwerking en de digitale ontwikkeling doen we samen met andere archieven. De burger merkt er volgens Tulp weinig van, maar verdwijnen er door de splitsing bijvoorbeeld ook arbeidsplaatsen? Geen idee. Ik heb in de krant ook gelezen de getallen van de gemeente. Ik ken ze niet, dat zijn vertrouwelijke getallen van de gemeente Deventer. Die ik ook uit de krant heb moeten lezen, dus ik weet het niet. Veranderen geeft altijd reuring en kost ook vaak geld. Maar wat de consequenties zijn, weet Tulp simpelweg niet. Hangt helemaal vanaf wat de openbare bibliotheek voor functies heeft. Hoe ze daar werken, hoe dat past met de Atheneumbibliotheek samen. Dat de Atheneumbibliotheek hier in het gebouw blijft, zit er wel aan te komen. En dan verandert het misschien niet zo heel veel. Ik weet het niet. Maar gaan die mensen dan ook over naar de Algemene Bibliotheek? Het is de bedoeling dat ze in dienst komen van de openbare bibliotheek, ja. En de mensen die met het archief bezig zijn, Stadsarchief, gaan die naar de HCO? Die komen in dienst van het Historisch Centrum Overijssel. Ja. Het geeft veranderingen, ook voor de medewerkers. Die weten dat ook. Maar welke veranderingen, dat weten we nog niet. Dat wordt nu uitgezocht. Met de veranderingen is dus geld gemoeid. Maar waar zitten de kosten? Elke verandering kost geld. Alleen al het feit dat op dit moment Stadsarchief Atheneumbibliotheek werkt met de digitale infrastructuur, dus de pc's van de hogeschool, die gaan terug. Dus de Atheneumbibliotheek en het Stadsarchief zullen zelf voor een digitale infrastructuur moeten zorgen. Zeg maar de eigen pc's. En die moet je aanschaffen, dus dat kost geld. Maar moet het dan 1 miljoen kosten over 3 jaar? Ik weet het niet, ik lees het ook in de krant. Maar Tulp geeft aan dat een splitsing voor de lange termijn gunstig is. Ook voor de Atheneumbibliotheek, die in de bekostiging meeloopt met landelijke infrastructuur. En ook voor het archief, om op lange termijn in een digitale infrastructuur met andere archieven te kunnen meedraaien. Dus in dat opzicht is het voor beide instellingen heel positief.